We hadden ons als college even een tikje dieper moeten nadenken, omdat het een heel gevoelig dossier is. En ik denk dat we dat ons te weinig hebben gerealiseerd. Maar bent u of het college buiten het boekje gegaan? Nee, we zijn formeel juridisch niet buiten het boekje gegaan. Maar omdat het zo'n gevoelig dossier is, was het misschien verstandiger geweest om toch even van tevoren met raad te overleggen van, nou, dit zijn we van plan, hoe kijkt u daar tegenaan, wat voor besluit zouden we moeten nemen. Dat kun je natuurlijk ook niet met alle besluiten doen. Want ja, de raad heeft ook een hele hoop dingen gemandateerd. Of is het college op basis van wettelijke regelgeving bevoegd. Het zou te gek voor woorden zijn dat we voor alles terug moeten naar de raad. En dat zou de raad ook niet willen, want dan komen ze niet meer aan hun eigenlijke werk toe. Maar er zijn dossiers en daar heeft de raad gewoon een punt. En daarom was ook het mea culpa van mijn kant, waarvan je zegt, nou, ze zijn niet bevoegd. Maar het is in dit geval wel handig dat we eens even met elkaar overleggen. Nu geeft aan dat u misschien beter met de raad had kunnen overleggen, als ik het zo vrij mag vertalen. Is er wel met het complete college overleg geweest over dit punt voordat het definitieve besluit is vastgelegd? Ja, met het college is dat gewoon definitief overleg geweest. Het was heel moeilijk. We hebben het ook zelfs nog een keer aangehouden in het college, want daar lag het ook al moeilijk. Moet het wel... complete college? Niet het complete college, maar iedereen zei toch van, tjonge, ja, dat is wel wat. Moeten we toch nog eens even met onze fracties bespreken en daarna hebben we wel een besluit genomen. Maar geen unaniem besluit dus omdat het niet met het complete college in overleg is geweest? Administratief is het een complete college geweest, ja. Maar administratief met de vraagstelling om administratief ingelicht over het feit dat het besluit is genomen? Nee, we hebben het gewoon nu zo vastgelegd dat het complete college ja daartegen heeft gezegd. Maar er waren wel voorbehouden van, zouden we het moeten doen. Ja, maar een besluit van een college is altijd unaniem. Dus de vraag is dan, is het vooraf unaniem vastgelegd? Het ligt unaniem vast. Maar daarmee laat u de ruimte dat het vooraf unaniem een besluit is geweest? Het is ook een unaniem besluit geweest uiteindelijk dan, ja. Nu is er door de oppositie een motie uitgesproken vanavond. Die is niet door de raad ondersteund. Daarmee is het vertrouwen ook in het college uitgesproken om het zo breed te vertalen. Wat doet dat met u? Nou, weet je wat het is? Ik vind een motie, dat kan best. Ik had het goed gevonden als men had gezegd van, moet je eens luisteren, we moeten toch wat meer met elkaar overleggen op dit soort dossiers. Dat is echt, dus dat heb ik ook gezegd. De tweede motie van inwonersbelangen en CDA is een uitkomst. Heb ik gezegd, natuurlijk. U wordt ook bij de evaluatie dadelijk betrokken, heel erg goed. Waar in de overwegingen inderdaad een afkeuring staat, heel erg scherp. Dan denk ik, dat hoeft nou inderdaad ook weer niet. Want uiteindelijk zijn we wel binnen de wettelijke kaders geweest. En de motie van afkeuring, dat is een zwaar middel wat je dan inzet. En als je dan vraagt, wat doe je dat met me? Weet je, dan is dat al de zoveelste die ik hier in woede in mijn zak heb kunnen steken. En daar heeft u eerder over gezegd dat het u raakt. En nu weer. Ja, dit zijn toch hele vervelende dingen, moet ik je heel eerlijk zeggen. En dat zijn wel dingen die je een hele hoop afwegingen dadelijk meeneemt. En met afwegingen meeneemt bedoelt u of u uw termijn wil verlengen in woorden of niet? Volgend jaar hebben we natuurlijk de herbenoemingstermijn. En dan spelen dit soort dingen toch een rol van, ja, hebben we nog wel voldoende vertrouwen in elkaar over en weer? Ik zou graag hier blijven, maar hebben we over en weer voldoende bestuurlijke vertrouwen in elkaar om daar ja tegen te zeggen tegen die vraag? Kijk, qua bevolking en qua vrienden en mijn hele netwerk hier, nou perfect, zou ik echt niet uit woorden weg willen gaan. Maar ik voel ook wel dat soms er wel eens een keer een ondertoon is van, tja, het wordt misschien ook wel eens tijd van een andere burgemeester. Maar dat is een ondertoon die ik persoonlijk voel, dat neem ik ook voor mijn eigen verantwoordelijkheid, door dit op deze manier te zeggen. Maar zo'n motie komt dan wel even binnen. Bij u krimpt het vertrouwen dus in woorden? In bestuurlijk woorden moeten we elkaar diep in de ogen kijken van, wat verwachten we van elkaar?